Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik jullie iets meer vertellen over de Kabe Imperial 740 TDL van modeljaar 2022. Deze caravan is voorzien van een rondzit, ruime middenkeuken, twee persoons queensbed en een badkamer over de volledige breedte. Alvorens ik eens iets ga vertellen over deze caravan, kijk eerst mee naar deze mooie beelden. Zoals we kunnen zien is deze caravan uitgerust met de Alco stabilisatorkoppeling. Daarnaast is ook standaard het Alco ATC systeem aanwezig, wat het weggedrag van de caravan registreert en ingrijpt waar nodig. Hiervoor in de disselbak kunnen we zien dat er plaats is voor twee gasflessen 5 of 10 kilo. Hier kunnen we zien dat de lekkageindicator aanwezig is, die ondichtigheden in de leidingen opspoort. En we zien dat de gasleiding naar de zijkant wegloopt, waardoor we aan deze kant een buitengasaansluiting hebben, zodat je een externe gasverbruiker kunt gebruiken zonder dat je de fles erin en eruit hoeft te halen. Ook zien we verder dat de disselbak is afgewerkt met een mooie LED-strip, zodat je in het donker ook makkelijk je spulletjes terug kunt vinden. Vervolgens zien we aan de zijkant dat het gaat om de Imperial. De Imperial is voorzien van het kabeldesign. En het kabeldesign is eigenlijk een print wat in de aluminium plaat geprint is, dus geen stickers. In de zijwand geprint met een soort 3D effect erin. Ook zien we dat de ramen in de zijwand zijn verzonken, wat natuurlijk beter afsluit en zorgt voor minder koude bruggen. Hier aan de onderkant hebben we het uitrekbare, verwarmbare skiluik. Helemaal uit te trekken, te ondersteunen met een pootje. En het mooie is, de radiatoren die zijn helemaal verwerkt rondom het skivak. Dus alles wat je in het skivak legt, wordt ook automatisch weer droog. Natuurlijk ook voorzien weer van verlichting. Hiernaast hebben we de controlebox, de elektrobox. Is voorzien van de aansluiting voor walstroom. Hierboven hebben we de aansluiting voor 220 volt, 12 volt. In- en uitvoer van televisie. En de Imperial heeft standaard ook nog de mogelijkheid om buitenspeakers te monteren. Dan zien we verder dat de deurvanger is voorzien van een magneetsluiting. Sluit super goed af, waardoor hij altijd goed open staat zonder dat hij openwaait. Dan zien we dat de deur voorzien is van dubbele rubbers, wat ook weer beter afsluit, zorgt voor minder koude bruggen. Standaard Imperial serie voorzien van 17 inch lichtmetalen velgen. Alle E8 indelingen met een queensbed hebben een wat grotere raampartij aan de zijkant, wat ervoor zorgt dat je mooi vanuit je slaapkamer naar buiten kijkt. Hieronder vinden we het cassettetoilet, eenvoudig eruit te halen. En je hebt hier nog extra mogelijkheid tot opbergen. De achterkant van de caravan is voorzien van kunststof. Het is eigenlijk puur optisch wat je ziet, want standaard wordt de achterwand doorgetrokken met een aluminium plaat. Wat er weer voor zorgt dat er weinig koude bruggen zijn en een optimale ventilatie heeft. Hier zien we het derde remlicht met de letters Kabe. Verkeersverlichting is natuurlijk uitgevoerd in LED. En hier hebben we de mooie 3D oplegletters met de letters Imperial. Laten we deze caravan even van de binnenzijde bekijken. Aan de binnenzijde van de caravan vinden we bij de entree het bedieningspaneel. Dit is het centrale bedieningspaneel waar alles op in te stellen is. Denk hierbij aan de verlichting, de koelkast, de airco, de kachel, de boiler, de stroomverzorging. Alles is in te stellen via dit paneel. Wil je hier nou meer over weten? Bekijk dan even onze andere video waar we het uitgebreid in uitleggen. Dan zien we vervolgens hier de grote rondzit. De rondzit is uitgevoerd in leder. Dit is de Bloomington bekleding. Totaal zijn er drie soorten leder die standaard zijn in de Imperial. En ook standaard is de uitschuifbare lounge. Op het moment dat we op de bank zitten, kunnen we de hendel naar boven halen. De zitting vooruit schuiven, zodat je lekker onderuitgezakt in de caravan kunt relaxen. Vervolgens zien we hier de wat grotere tafel. Dit tafel is uitgevoerd met een schaaronderstel. Totaal zijn er drie onderstellen waar je een keuze uit kunt maken. Het voordeel van dit onderstel is dat je hem in hoogte kunt verstellen. Hij staat los op de grond, dus je kunt hem in elke gewenste positie kun je hem neerzetten. Dan vinden we ook de neksteunen, standaard.
Hierboven zijn de spotjes verwerkt met een ingebouwde USB-lader. Ideaal voor je tablet of voor je iPhone. Alle ramen zijn natuurlijk voorzien van vlieghoor en verduistering. Dan zien we ook vervolgens dat aan deze kant standaard in elke kabel een smartfan systeem zit. Het is eigenlijk een schuif die je open en dicht kunt zetten. En dat is de klep in de vloer. Die ervoor zorgt dat er een betere luchtcirculatie is. Zodat je eigenlijk nooit condensvorming in de caravan hebt. Wat veel beter ventileert. Ook zien we op de kussens dat er een anti-slip op zit. Zodat als ze in positie zijn, ze eigenlijk niet of nauwelijks verschuiven. Onder deze bank, daar is de vaste watertank ingebouwd. Zoals we hier kunnen zien. Met daarnaast de Alde Compact 3030 kachel. Het voordeel van de nieuwe Alde kachel is dat er een zonnesysteem in zit. Waardoor je de slaapkamer en de woonkamer apart in kunt stellen qua temperatuur. Aan de andere kant zit in de bank standaard de 130 ampère accu. Zoals we hem hier kunnen zien. Dat zorgt ervoor dat je ook de caravan kunt gebruiken zonder walstroom. Zodat alles draait op 12 volt. Alle kasten in deze caravan zijn voorzien van dubbel scharnierwerk met twee gasveren. En natuurlijk de automatische pushlock sluiting. In het kastje hiernaast vinden we ook de standaard ingebouwde wifi router. En het is zelfs mogelijk om middels de Smart Day app alles wat te bedienen is op het centraal bedieningspaneel ook op je iPhone te gebruiken. Dan zien we hier ook dat in de Imperial serie de standaard premium sound systeem aanwezig is. Waardoor de speakers voor en achter mooi verwerkt zitten in het meubeldecor. Bij de entree deur is hij natuurlijk standaard voorzien van de plissé hoordeur. Hier vinden we de radio. Natuurlijk met alle functies. USB, Bluetooth. Het is allemaal mogelijk. Standaard ingebouwde televisiebeugel. En hier hebben we nog een draadloze oplader voor de telefoon. Het kastje voor de jassen, jassenkast, ook weer voorzien van roede en verlichting. Hier aan de onderzijde hebben we nog een behoorlijk diepe opbergkast. Dan vinden we hier de koelkast en de vriezer van Dometic. De koelkast is te gebruiken op 220, 12 volt en op gas. En een leuk detail is dat je ze natuurlijk ook aan weerskanten kunt openen. Standaard in de Imperial serie vinden we ook nog een magnetron. En naast de koelkast is ook weer een legkast aanwezig waar je eventueel de planken uit zou kunnen halen en er een hangkast van kan maken. Hier vinden we de riante keuken. De keuken is voorzien van twee gaspitten en twee inductiepitten. Standaard is natuurlijk ook de afzuigkap aanwezig die je in twee standen kunt instellen. De lades die zijn natuurlijk voorzien van soft close en twee ingebouwde prullenbakjes. En leuk is dat er ook een uitreikbare snijplank in zit. Alle laders kun je centraal vergrendelen door deze een halve slag te draaien. Zo zitten alle laders op slot, zodat ze onder het rijden niet open kunnen schieten. Dan vinden we hier de oven en de grill. Lopen we door naar de slaapkamer. Zoals we eerder vertelden is dit de E8-indeling en de E8-indeling is voorzien van een queensbed waarmee je rondom het bed kunt lopen zonder dat je over elkaar heen hoeft. Het bed is elektrisch in en uit te schuiven. We schuiven hem even maximaal uit in slaappositie. Zodat je kunt zien dat er toch nog ruimte is om er omheen te lopen. En zo. Dan kunnen we ook een kijkje nemen onder het bed. Onder het bed kunnen we zien dat hier gebruik is gemaakt van een dubbele bodem. Deze kun je omhoog doen. En hiermee kun je eigenlijk zien dat ondanks dat er dadelijk spullen onder het bed liggen, dat er toch een optimale ventilatie blijft. Zodat je altijd een betere warmteverdeling hebt. Wat we daar zien is de vast ingebouwde afvalwatertank. Aan de binnenzijde verwerkt zodat het niet kan bevriezen in de winter. Is ook mogelijk om met een schuif open te zetten zodat het afvalwater direct onder de caravan uitloopt. Hier vinden we de uitrekbare slang die we nodig hebben voor de standaard ingebouwde stofzuiger. En we kunnen ook zien dat het bed
voorzien is van een aluminium frame in plaats van hout. Wat natuurlijk veel sterker is. En we kunnen zien dat er binnenveringsmatrassen in zitten met standaard een extra topper. Aan de zijkant van het bed vinden we hier ook het ventilatieluikje. Die kun je openzetten bij eventueel sneeuw of regen, zodat je toch ventilatie hebt zonder dat het naar binnen komt. Naast het nachtkastje vinden we een tal van schakelaars. Deze schakelaars die zijn er voor de verlichting, voor de radio, zodat je ook inmiddels, als je in bed ligt, toch nog alles kunt bedienen. Aan de andere kant van het nachtkastje daar vinden we weer de smartvent. Evenals dat die voor aanwezig is, zit er ook een klep in de vloer bij de slaapkamer, waarmee je weer de ventilatie kunt regelen. Doordat het de TDL is, vinden we hier de badkamer aan de achterkant. Standaard in elke kabelcaravan in de Imperial serie is het toilet van keramiek, dus niet van kunststof, veel sterker. Hiernaast vinden we de elektrische handdoekdroger. En een uniek van Kaap is dat er hier in de kast een radiator loopt die warme lucht de kast instuurt. Zo zorg je ervoor dat alles wat hier in deze kast opgehangen wordt ook automatisch verdroogd wordt. Hier vinden we ook nog het expansievat waarmee je de vloeistof bij kunt vullen. En aan de andere zijde van de badkamer vinden we natuurlijk de ontzettend ruime douchecabine, voorzien van het houten vloerrooster. En aan de bovenkant zien we nog een uitneembare roede, zodat je de douchecabine ook eventueel als kast zou kunnen gebruiken. Het plafond en de zijwanden die zijn compleet bekleed. Standaard heb je natuurlijk de aluminium buitenplaat, de Ecoprim isolatie, aluminium binnenplaat waar stoffering tegenaan gezet is, zowel aan de zijwand als aan het plafond. Hier vinden we een hekiedakluik boven het bed. En hier vinden we nog een hekiedakluik bij de keuken. En natuurlijk het grote panoramaluik in het midden van de caravan. Uiteraard voorzien van verduistering en vliegenhoorn. Hier vinden we ook de Dometic dakairco, standaard in de Imperial serie. Je kunt zowel verwarmen als koelen met deze airco. Mocht je nou meer willen weten over deze caravan of een van onze andere modellen, kijk dan even op www.degreef.nl of kom langs in onze showroom in Graven. Yes.